Nu gaat eindelijk onze dag gaat beginnen. De hele dag eruit gekeken. Oh. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdagochtend en we zitten op de boot. En daar blijven we. Tenminste, ik ga donderdag terug, maar ik kom nog vrijdag weer terug. Ik blijf hier toch zaterdag. Het waait heel hard. Het is vandaag een beetje wat slechter weer. Ik ga zo een Q&A met Bibi opnemen. Die staat waarschijnlijk al online. Als ja, deze video komt zondag en ik ben van plan om hem vrijdag te posten. Dus als je hem nog niet gezien hebt, check hem dan eventjes. Ja, kijk eens even. Het is een beetje bedompt weer. Good morning, Bibi. Bibi, kan je graag de mensen van helpen? Zeker. Lekker bezig hoor. Ja toch? Waarom? Deze is Margriet kanaal. Wij zijn onderweg naar Lemmer. Ja schat? Nee. Ja, ook van zo. Als jij moet. Dan bij de koers te vinden schat. Mensen die denken van oké, Olivia heeft geen zwemvestje aan. De achterkant van het schip is helemaal child friendly. Dus die kan helemaal afgesloten worden. En dat hebben we gedaan. Feel like it was over before it began. Sun on the skin, feet in the sand. But that's fading now. Cause it always goes the way it came. We were so close, now we're too far away. And we don't know how. And the days turn to weeks, and the nights turn to drinking about the past. Hi guys. Hey. Suus en ik zijn gearriveerd. En natuurlijk, nummer 1. Chateau, waar is nummer 2? Coco, kom eens hier. Coco Beer. Hallo. 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 Oh, slaap lekker, Olivia. Hallo. Slaap lekker. Ik heb letterlijk alles geprobeerd, maar... We zijn de boot uit en we gaan. Nou, niet in dat waar we zo meteen naartoe gaan. Waarvan je zoekt. Wij zijn aangekomen bij Beach Club in Lemmer. We hebben net gegeten. Cocootje heeft spaghetti. Sander en Suus hebben saté. Ik heb carpaccio salade. En Holly had pizza, maar daar is niet in geïnteresseerd. En de rest heeft allemaal spaghetti en van alles. Dus we gaan lekker eten. Oh. We zijn terug uit eten. En nu gaat eindelijk onze dag gaat beginnen. De hele dag eruit gekeken. Oh, kut. Dit was zeker niet de bedoeling. Ik heb het op camera. We gaan jatseeën. Wisten jullie? Nee. Good morning. Het is... What day is it? Wednesday. En we zijn op de boot wakker geworden. We hebben net even aangelegd. Papa's telefoon? Dat weet ik niet. Douche, douche. Waar is Sander? Sander! Where are you? Kijk, en dit is onze uitzicht. Ik had trouwens echt super veel vragen over de boot gekregen. En ik zal het hieronder nog even linken. Waar die vandaan komt. Sunsea Charter heet het. Kijk eens, hier zitten de kleine ukkies. Chippy te eten. Dat mag best op de boot. Dat is de verkeerde. En hier zijn Suus en Lou. Coco, een cadeautje. Bibietje. Daar is Sander. Hoi schat. Hey. Too many days, too many nights. Wish you would call, so you're missing the rain. Cause I'm missing you. I'm out of time, back in July. We fucked around, got a little too high. Started drinking about the past. And
takes. Leave the calls that I regret when I wake up. Cause things will never be the same. Wij zijn weer bij, hoe heet het restaurant ook alweer? Hetzelfde restaurant waar we van de week waren, waar we echt elke keer heen gaan in Grauw. Dat vinden we een heel leuk dorpje. Zijn we weer gaan lunchen. En de kinderen zijn heel lief aan het tekenen. Ja, dit alles is hier zo lekker. Wij zitten te eten dus. En we hebben ons eten. Ik heb een Caesar salad. Een biefstuk, Caesar. Je hebt paling toch zo? Alen. En hij zit de tomaatsoep van Olly af te koelen. Zou je dit nou wel eten? Kinderen hebben... tomaatsoep. En vorige keer duurde het super lang voordat het eten hier was. Ik denk eigenlijk dat er iets mis is gegaan met bestellen. En nu was het er echt super snel. We zijn nu wel als allerlaatste, dus week lang. Ja, echt top. We hebben lekker ijsjes gehaald na het eten. Olly heeft lekker. Is het lekker, Olivia? Ja, ik jij dit durft. Nee, hey guys, ik ben weer back in Amsterdam. Ik ben even een dagje van de boot gegaan, want ik heb een hele dag vol met afspraken. En ik zit in bij Sushi in de auto. Want we hebben net een gesprek gehad voor mijn boek. Maar ik vind dit echt het allerleukste project waar ik ooit aan gewerkt heb. Sinds ik zeg maar deze online dingen allemaal gestart ben. Maar ik ga jullie van alles op de hoogte houden. Maar het is wel gewoon officieel nu dat er een boek aan gaat komen. Ik ga jullie er wel in betrekken in het proces. Ik heb er super veel zin in. Ik vind schrijven ook echt heel erg leuk. En ja, ik ga denk ik over 1 of 2 weken er ietsjes meer over vertellen. Als alles helemaal rond en duidelijk en ja, ready to go is. Oh, wat drijft mijn camera's op. Anyways, we gaan even snel wat eten en dan verder met afspraken. Oeh guys, sorry. Ik heb weinig update vandaag, maar ik ben eindelijk weer thuis. Na een hele lange dag met afspraken en we hebben nog even ergens gewerkt. En ik ben thuis en nu ga ik verder werken, want something very exciting, we hebben de hele nieuwe collectie gelanceerd. Ik hoop dat alle items er nog zijn op het moment dat deze vlog online komt, dat is zondag. Ach, batterij is nog steeds leeg, moet ik ook opladen. Alles staat op somewhere-someday.nl en we hebben ook onze Instagram officieel gelanceerd, dat is @somewhere-someday.nl. En we hebben de palm tree choker in het goud en in het zilver, we hebben die... gekleurde, die ringetjes met gekleurde steentjes erin. Daar was heel veel vraag naar. Over 2 weken komt het hoesje ook online. Daar vragen ook heel veel mensen naar. Mijn telefoonhoesje deze. En wat staat er allemaal nog meer nieuw op? Ja, in ieder geval super veel enkelbandjes. De hartjesoorbellen zijn weer gerestockt. Deze hebben we weer gerestockt. De choker. Dus ga even kijken voor leuke zomerinspiratie en zomersieraden. Dit enkelbandje. Zat er ook op met die kleurtjes. Die draag ik elke dag. Ja, dus ik ga even daar wat dingetjes nu voor doen. En ik zie jullie later. Hey guys, het is vrijdag. En ik ben weer terug op de boot gezellig. En ik ben met Jo en haar kindje Emma. Die zijn hier ook gezellig. En het is vandaag echt super heet. Hi Jo. Hi. En Olly en Emma zijn lekker aan het spelen hier. We gaan lekker lunchen. En we hebben allemaal eten. Dit is toch episch, kijk dan. Ja. De rondvaartboos. Er staat een band op te spelen. Echt? Oh, kom maar stap. Ik ga van buiten gas komen naar Emma. Kom maar, ik moet op het dek. Kom je op. Ga naar beneden. Zwemmen. Wij zijn hier gaan eten. Je kan hier een barbecue aan de tafel doen. Echt super leuk. En... gaan we op de foto. Gaan we op de foto, Emma weer. Olly, is het eten lekker? Wat heb je allemaal? Eten. Eten, kip en worst. En jullie zitten ook lekker te eten. Hier zijn we van het water, daar gaan we ook slapen. I miss your call, but you feel me later. Little bad behavior. I'm about to turn it on. Wij zijn weer terug op de boot. Ik ga hier zo opruimen, want het is echt een ding. Ik ben echt hard aan het varen. Olly, ja, ga
ik zo voor je maken. We kijken nog even. Oké, okay guys, we zijn weer in de boot. Dat hadden we trouwens net ook toen gevlogd had. En de kindjes slapen eindelijk. En baby is volgens mij chocola aan het halen met Puk. En Jo en Sander zitten buiten. En echt zo'n mooie sunset, kijk. Hallo. Hi. Kijk, de sunset. Je ziet het trouwens niet echt. Hij maakt het veel lichter dan wat het is. Ja, maar hij is ook bijna weg. Oh, kijk. Nu lijkt het iets beter zo. Ja, en San. Schattie. It's time to end the vlog. Oh, Friesland was echt zo, toch? Oh. Echt die wijn staat daar, schat. Ja. Ja, Friesland was weer helemaal tof. Ja. En dan de volgende vlog is in Amsterdam. En dan 2 of 3 vlogs in Italië. Ik heb echt super veel DM's gekregen over deze boot. Ik zal hieronder nog een linkje sturen waar we hem gehuurd hebben. Het is deze zomer mega lekker weer. Dus heel leuk om te doen in Friesland. Friesland is echt heel erg leuk. We hadden het vorig jaar voor het eerst gedaan. Maar we still like it a lot. True. Heb je nog iets te zeggen? Nee. I love you. En Oli. En Oli. En Ivy. En de wereld. En de kijkers. Doei. Ik hoop dat jullie de Q&A leuk vonden van Bibi en mij. Als je die nog niet gezien hebt, check hem dan ook eventjes. Het is dus de video die hiervoor is. Die ik hiervoor heb geüpload. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie woensdag weer. Doei.